De Dutch Food Valley Classic start niet in Veenendaal, maar in Barneveld. De Veenendaalse krant Finale Weken nam een uitstapje en was bij de start. Joïm Arissen, inwoner van Rhenen, doet met zijn ploeg Joop Piels ook mee aan de wielerronde. Voor Arissen dus een thuiswedstrijd. Ja, is voor mij thuiskoers. Ik kom 3 keer vlak langs mijn huis op, dus ja, zeker thuiskoers. Wat verwacht je er eigenlijk van? Ja, gaan kijken hoe het loopt met de wind. Op de, het grootste stuk is op de kant, dus kijken of we met de ploeg misschien wat kunnen forceren. En ja, anders de finale, kijken hoe het, of het zin heeft om de sprint voor te bereiden voor Graham. Nou ja, we moeten eerst zien hoe zwaar de race wordt natuurlijk. Er staat niet zo heel veel wind. Dus de kans op een massasprint is groot en dan hebben we een goede sprinter. Maar als het in de heuveltjes uit elkaar spat, dan kan ik goed mee. Sefers Knaven, nog een paar goede Duitsers. Dus ja, we moeten echt in de koers zien hoe het loopt. Yeah.